Ik sta hier bij de directeur van UNICEF. Wat voert die directeur hier naar Almelo vandaag? Nou, deze 40ste UNICEF-loop. En dit is zo fantastisch dat dit voor de 40ste keer wordt georganiseerd. En dat er zoveel kinderen zijn en zoveel vrijwilligers die dit mogelijk maken. Dat het wel de moeite is om dit feest te komen vieren. We hebben prachtig weer, dus alles zit ons mee. Maar het is absoluut de moeite waard om hierbij te zijn. En het enthousiasme van iedereen te zien, van de kinderen. En allemaal ja, voor UNICEF. En dat zijn we natuurlijk, daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, want bent u al lang directeur van UNICEF? Ja, ik ben begin vorig jaar begonnen, dus bijna 2 jaar. En ik probeer eens in zoveel tijd ook inderdaad activiteiten met vrijwilligers mee te doen. Of te gaan kijken wat er gebeurt, want er gebeurt in het land heel erg veel. En inzet van vrijwilligers en betrokkenheid van vrijwilligers is voor UNICEF van wezenlijk belang. Dus ik draag dat een ontzettend warm hart toe en daarom ben ik graag hier. En wat is bijzonder in Almelo hier? Nou ja, het enthousiasme. Als je ziet hoeveel mensen hier stralend en met energie bezig zijn. Ik hoor net dat 75 mensen... gewoon vrijwillig hier vandaag bezig zijn om die 500 kinderen door een mooie middag heen te helpen en dat allemaal te organiseren. Dat is echt bijzonder. Dat zie je niet overal en daar mogen ze hier wel een pluim voor hebben. En daarbij is ook niet onbelangrijk, heeft het ook al heel wat opgeleverd voor UNICEF dat het hier gelopen wordt? Nou ja, zeker als je, we zaten net even te tellen, als je over die 40 jaar kijkt, denk zo gemiddeld 10, 11, 12.000 euro per jaar. Dat praat je over enorme bedragen in een optelsom. En dat heeft de gemeenschap van Almelo toch wel mooi bijgedragen aan UNICEF en dus een heleboel kinderen in de wereld. En ik denk dat hier iedereen daar waanzinnig trots op mag zijn. Vertegenwoordiger van UNICEF van Almelo, hoe lang ben jij al betrokken bij deze organisatie? Dit is denk ik mijn 6e of 7e jaar dat ik hier ben bij betrokken. En wat maakt het zo bijzonder? Bijzonder is, nou, dat zie je hier, hè? Gewoon zoveel enthousiaste kinderen die meedoen en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. En dat je in zo'n korte tijd zoveel geld kunt ophalen voor een goed doel, ja, is geweldig. Heel erg mooi. En ja, het weer is natuurlijk jullie heel erg goed gezind. En zijn er nou meer kinderen dan andere jaren? Nee, ik denk dat het wel ongeveer hetzelfde aantal is. Door het mooie weer merken we wel dat er nog meer mensen extra komen. Ja, die kunnen een dagkaart halen, dus is geweldig. Dat is alleen nog maar weer extra opbrengst, hè? Extra opbrengst, ja. Dus dat, daar doen we het voor. Dus.